Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van dit prachtige, mooie, zonnige, stralende weer. Maar wat gaan we doen? Lekker wandelen, hè? Jij, even lopen. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag en we leven op de 31ste maart en het is 11:33. Aanstonds komt om 12 uur mijn begeleidster Karin met een K weer. Dus ja, leuke lieve meid, gezellig, dus niks op tegen dat ze komt. Dus ja, het is gewoon een hele leuke lieve meid. Punt. Ja. Dames. Ik heb droge lippen. Ja. En mijn ketting gesmeerd me. Ze zijn wat gevoelig. Maar oké, maakt niet uit. Ik kan de pret niet drukken, want het is prachtig mooi weer. Dus welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. We gaan er gewoon weer voor. Ja. En ik heb gisteren zomaar 2 vloggen in elkaar weten te zetten. Nou, ik hoop dat dat vandaag weer zal gaan lukken. Hè? Ik kom gewoon in uit mijn woorden. Want veel zal ik verder wel niet doen, want mijn lichaam dat wil nog niet zoals ik wil. Dus ook verlopen of wat dan ook, dat gaat het echt nog niet worden. Ik heb medelijden met de rondjes, maar ja, ik moet aan mezelf denken ook. En ik ben al blij dat ik het zelf weer kan doen. Dat zal vaker uit worden gelaten dan 1 keer. Want 1 keer per dag is te weinig. Maar ja, ze liepen in ieder geval. Ze waren in beweging en daar was ik wel weer blij om. En nu worden ze 3 keer uitgelaten. Dus ja. En het komt allemaal goed. Ja hoor, het heeft even tijd nodig. Dat weet je. Van tevoren. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ben blij dat het zo gaat. Ja, toch? Ja. Ik moet het darinkels even schoonmaken en wat meer in elkaar zetten. Maar het is te weinig voor de vaatwasser. Ja. En dat bakje, nou, dat gaat nou al in de week, want dat is van Kandaal. Die heeft nog nodig. Die mag niet in de vaatwasser, want dan gaat hij roesten. Die is van mijn mama geweest. Er hoort nog een vork bij. Een taartmes. Nou, dan moet het schoongeveegd worden. Hier komt toch helemaal goed. Die moet heet worden. Dat is mijn kop, die moet ook even afgewassen worden. En dat komt allemaal goed. Maar ik ga eerst even de hondjes uitlaten. En dan hang ik eventjes een papiertje op mijn deur van ik ben eventjes de dames uitlaten. En dan komt misschien wat tegemoet of we gaan zitten op een bankje. Ja, kan allemaal. Ja hoor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van dit prachtige, mooie, zonnige, stralende weer. Daar geniet je van. En dan komt toch alles goed. Ja, en dan hou gewoon vol goede moed. Want dan komt alles wel goed. Doe het voor jezelf. En ja, ook een beetje voor een ander. Wees lief voor elkaar. Wees aardig voor elkaar. Ook al kan je de andere persoon niet. Als je iemand gewoon tegenkomt, je laat je hond uit als je een hond hebt. Of je gaat boodschappen doen. Wees gewoon lief tegen een ander. Ja, dan krijg je ook liefde terug. Toch of niet dan? Dus als je zelf behandeld wilt worden, moet je ook een ander behandelen. Ah, zo denk ik hoor. Maar ja, wie ben ik? Ik ben toch gek, zeggen ze. Nou ja, dan maar gek. Ja, toch? Beter goed gek dan slecht gek. Of niet dan? Dank jullie wel, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik maar weer eens eventjes. Ja, ik heb boodschappen gedaan. Ik heb nog geen vlog in elkaar gezet. Nee, daar heb ik het te druk voor gehad. Ik heb ook mijn hoofd even leeg moeten halen. En ik kwam er net eentje in de stad tegen. En dan kreeg ik iets van te horen. En daar schoot ik door in de lach. Ja, en dan doet het ook nog eens keer zeer.
En dat is er eentje die graag mag roddelen over mij. En door de stad heen heb ik gelijk nog wat even doorgegeven. Kun je dat ook gelijk doorroddelen? Ik heb gewoon de waarheid verteld. Dat ik dus gekneusde spieren en rib heb. En dat ik twee honden heb. Huh, heb je twee honden? Ik weet niet of ik me verreken. Ja, maar ik heb er nog twee. Oh. Maar ja, zij vertelde mij iets dat ik iets op mijn geweten heb. Iemand haar dood. Hoe moet ik dat op mijn geweten hebben? De laatste keer dat ik haar levende lijven zag, dat is, mag ik niet liegen, ik geloof, voor de corona nog, op mijn verjaardag was dat toen. Ja. En toen heeft mijn broer nog een foto van ons allen gemaakt. Want er waren meerdere. Maar ik kreeg nou te horen dat ik haar dood op mij geweten heb. Wat heb ik dan gedaan? Twee keer niks. Ik weet niet eens waar ze woont. Dus hallo. Daar. Maar ja, maakt verder niet uit. Nee, ik bel zo meteen wel iemand even op om haar te laten lachen. Die schiet me toch in de lachen. Waar haalt die ongeveer nou weer vandaan? Ja. Maar oké, mijn boodschappentas heb ik alweer leeg. Ik heb daar de boel staan. Dat ga ik opruimen nog. En ik krijg straks om 5 uur bezoek. En dat ga ik niet vloggen, nee, want dan gaan jullie helemaal niks aan. Nee. Wel iets wat ook weer gedaan moet worden, dus ja. Dus dat komt allemaal goed. Ik heb daar een patat in, maar het werd mij een beetje te koud in de vriezer. Dus gauw die vriezer weer dicht. En ja, dan kan je hem pas weer na 2 minuten openmaken, zoiets dergelijks. En er wil er één in. Waarom doe jij die deur niet even open? Nee. Kan je dat niet? Moet het samen doen. Kan dat wel naar binnen? Kom dan wild naar binnen. Kom dan. Alleen. Kom dan wild naar binnen. Hier moet je op springen. Kijk, komt ie. Dat was die. Ja. Dus ja, oké, lieve vrienden, dat geniet nog verder van jullie dag. Het is hier nog steeds prachtig mooi weer en het is ook niet koud. Het is heerlijk zelfs, dus ik ga verder met mijn boodschapjes opruimen en ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Die ligt rustig te wachten. Die zit te wachten. Daar staat mijn rollator met mijn jas en alles klaar. En er ligt wat speelgoed op de grond en op de bank uiteraard. Want ja, Rijker die moet wat te spelen hebben, wat te kapot te maken hebben, wat te vervreten hebben. En die doet dat allemaal niet. Nee. Maar wat gaan we doen? Lekker wandelen, hè? Jij, even lopen. Lopen, hè? Elwin, ook lopen, hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, dat gaan we eventjes lekker doen. Met drietjes. Zo dan. En dus, maar oké, het is weer een beetje bewolkt geworden, maar het is niet koud. Nee, ik heb ook een andere jas aan, dus ja, komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed en een hele fijne liefdevolle avond geweest. Want ja, het klokje, zoals jullie kunnen zien. Hè? Het is al over 7. Dus we gaan gewoon aan de wandel. Hé? Ja. Ook ga ik weer een vlog in elkaar zetten. Dat moet nog. Ik heb hem klaarstaan. En voor de rest komt het allemaal wel goed. Ze zeggen, tot later. Waar ben je? Daar is Koppie. Ja. Zeg maar, dag allemaal.